zo jongens. Morgen welkom bij een nieuwe video van het DU Vis Team. Ja, het is best wel donker al. Ik zie daar een visje springen. En ik ben eigenlijk veel te laat van huis weggegaan. Ik ben net terug van vakantie. Daarvoor 10 dagen Frankrijk geweest. Dus de eerste nachtje dat ik weer ga vissen in Nederland. Dus die voorbereiding was een drama. Ik wist niks meer waar ik het kon vinden en zo. En waarschijnlijk ben ik toch wat vergeten. Maar goed, het is lekker weertje. Het is windkracht 5. De storm, ik weet de naam even niet meer, maar er is een hele harde storm over Nederland heen gegaan. Dit is de laatste dag ervan, dus de luchtdruk is ook goed. Dus ja, ik ben in het dressuurwatertje weer, alleen op het water. En ik heb eigenlijk wel goed vertrouwen in. Dus het is wel al 8:30 en over een half uurtje is donker. Ik ga alles even snel jaren doen. Ik ga jullie proberen mee te nemen. Een paar dingetjes te filmen, tips. En dan, ja, dan ga ik zo mijn hengels maar inleggen. Want ja, zoals ik zei, het is zo donker. Let's go! Jongens, ik wil hier met een oranje poppiepje gaan vissen. Dat is vaak al een goede combinatie geweest op het water. En op het tjot ook hier wist. Maar ik hoop dat ik nog ergens op de kant klaar dingen heb liggen. Anders moet ik die nu nog gaan knopen. En dan wordt het sowieso nog werk. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb er nog wel eentje. En van Frank waren allemaal lampen erop. Dat heb je dit op je power bent. En dan zie je de zaklamp en de IDM. Allebei van de USB, dan kan je mooi tegen water opbouwen. Anders was ik wel statie geweest vanavond. Hey jongens, dit wordt hem dan. Een 60 gram broodje. Een naked shot op mijn hoofd heen. Een centimeter of 60 tot mijn beats komen. Even kijken, daar zijn ze. En dan een kort shotje, oranje puppy en een PVA schuimpje. Er staan al wat wier en ik ga hem uitvaren, dus hij bungelt een beetje achter de voerboot aan. Dus beter even een schuimpje. Zorg dat je haakje niks oppikt en dan we gaan hem uitvaren. Let's go. We pakken het drootje. Een beetje lijn. Onder het dekbakje. Ik heb je dicht. Een beetje hennep erbij voeren. Ready made pot dat hij aan het kopen. Echt topspul. Een beetje om een vis aan te trekken. Hij is lekker gekiemd. En dan zo. Klein beetje, en dan nog een klein beetje tijgers erbij. En dan doe ik nog een paar gekruste bollen. Dan dat moet het helemaal goed komen. Het is puur om de vis te rokken, zodat het een beetje rondom de chop ligt. En uit interesse gaat hij die chop dan toch wel pakken. Een paar tijgernootjes erbij. En dan moet het goed komen. Nou, dat is ideaal, die potten van tijgernootkoop.nl. Ready made. Dus je hoeft niks te bereiden. Kan zo een avond van tevoren kan je ze nog bestellen. En dan komen ze gewoon de volgende dag in huis, volgens mij kan je tot 9:30 bestellen. Dus dat is ideaal eigenlijk. Dus je hoeft niet te koken, te weken en zo. En als je toch een kort nachtje gaat doen zoals deze, zijn ze perfect daarvoor. Zo, dit wordt hem. Even goed laten zien. Tadaa. Komt helemaal goed jongens. Dit wordt een bak. Zo, jongetje 1 ligt er mooi bij. De bodem deed wel een beetje raar, dus ik dacht van, zal het nou bijna regen zijn? Maar gelukkig niet, dus ik ga het toch nog een keer proberen. En hengel 2, die ga ik vissen met een Ronnie weer. Hetzelfde keer op een puppy, maar daar heb ik een heel vertrouwen in. Kijk, hier is een centimeter of 16, tot het dood. Een 80 gram zootje. Ook uitvaren, hetzelfde recept. Beetje hennep erbij, een beetje tijgers. En dan hopen dat hij afgaat, jongens. Nou jongens, beide hengels erin. Deze vlak voor een boom, een bosrandje. Ook wel mooi op zich. Maar het is toch wel lastig om in het donker te schatten hoe ver je er vanaf zit. Dus ja, je kan wel een beetje zien met de lampen die op het bos schijnen, maar toch niet helemaal. Dus
Ik heb iets meer gevoel, vertrouwen bij de eerste hengel. Maar goed, we gaan het wel zien. Het is een best wel een zooi hier. Zoals je ziet. Dus we gaan ze even snel opruimen. Biertje achterover tikken. Artikeltje schrijven. En dan alweer naar mijn nest toe. Morgen weer vroeg op. Werken. En hoort er ook bij. Het gewone leven. Zo, hij staat aan de grond. Jongens, het mooie van het viskastsysteem is, ik zet hem hier voor mijn tent. Eén sensor. Zet die ander bij mijn hengel. En het mooie, hij kan 100 meter bereiken heeft hij. Dus je kan bijvoorbeeld tussen twee verschillende hengels kan je het ding inzetten. Bij je tent, bij je fietscar. Dus ideaal en multi-inzetbaar. Goede hoop op. Helaas is het windje wel een beetje afgezwakt. Dus maar ja, vaak 's ochtends vroeg is dit al goed water. Dus we gaan voor die week op morning call. Let's go. Zo jongens, wat een drama joh. Ik krijg gewoon een paar piepen. En daarna kwam een klein kort runnetje. Ik pak hem op en er zit gewoon niks aan. Ik snap niks. Het was gewoon een scherpe haak. En rookje zat er nog op. Er zat wel een beetje wier op het rood. Maar goed, dan is het binnen het rijden gekomen. Het is wel kut. Gewoon een run verspeeld. Hopen dat er nog meer vis in de buurt zit. Dat er nog eentje komt. Zo jongens, half uurtje na de eerste run. De volgende run. Ik zal het even laten zien wat het is. Bratten, helaas. Ik ga hem nu maar terugvaren zonder een beetje hennep erbij. Want dat is stekker echt al genoeg. En ik vermoed ook dat die eerste aanmeet ook een prat was. Helaas. Maar wel activiteit, dat is wel weer goed. Zo, morgen jongens. Het is 5:30 ochtends. Het is precies gegaan zoals ik voorspeld had. Kom me stoppen in de morgen. Kijk eens, een week op morning call achter me. En het is een vis. Nou, niet normaal joh. Hij kwam best wel makkelijk mee. Ik voelde af en toe een beetje wier. En ik denk, nou, het zal een knol zijn. Nu is hij niet heel groot, dat niet. Maar hij is mooi. Kijk daar jongens. What the hell. Zieke spiegelkarper. Volgens mij een kieltje van 8 denk ik. Ik ga hem even in de schering leggen, een uurtje, dan half acht is er een beetje meer zon op. Het is nu nog een beetje donker en dan vaak even het hengeltje terug naar het stekkie. Daar is het tegen die boompjes kwam die en fucking ziek joh. Ik ben er gewoon blij mee. Eerste nachtje dat ik weer terug ben in Nederland, sinds Frankrijk. Ik had eigenlijk niet zoveel motivatie en zin omdat ik in Frankrijk heel veel gevangen heb en heel veel dikke. Dus ja. Ik ben Nederlands vissen van weer knolletjes voor 4 uur. Maar en dan meteen zo'n begin. Kijk hier, jongens. Nee jongens, ik had die vis dus op een ronnierig. Ja, is de haak een beetje bot geworden. Dus ik ga nu wat anders proberen. Zit hier een hinge-stif. Dat is een klein chot-riggie. Ja, dat is wel mooi in beeld. En dan een stukje of 12 centimeter gekookt onderlijn. En het tangle-schiffie. En dan heb je hier natuurlijk een knoopje. Waar je dan mooi overheen kan draaien. Ook een perfecte inhaking. En een PVA-schuimpje op, laat ik hem zo even terugleggen. Want wie weet volgt er nog meer. Even een klein beetje hennep erbij. De ready-made box. Niet te veel. En dan een pop-upje erboven. Precies genoeg om nog één aanbeetje te verzilveren. Of te verseren moet ik zeggen. En dan gaan we daarna natuurlijk verzilveren. Is ons doel. Let's go!
Nou jongens, ik ga toch ook nog even die shotrecht, de andere hengel vervangen. Ja, het is wel tricky, want hij kan zomaar afgaan. En als de vis zit en ik ga met de voerwit overheen, dan verstoor ik de plek sowieso. Maar ja, dat plekje waar die ligt, daar ligt best veel wier. Ik heb een beetje het gevoel dat hij daarin ligt. En dan vis je helemaal voor niks. Dus ik ga het toch maar doen. Hopelijk komt er nog eentje. Bijna in het gezicht weer. Ik had met die shotengel wel een beetje moeite. Ik dacht opeens, hé, wat gaat de motor zwaar? Er zat dus een beetje bier in. Nou, ik heb mijn rijn opnieuw ingehaald. Ik dacht dat die er nog in zat. Vandaar dat het zwaar vaarde. Was niet zo. Dus ik ga die nog een keer varen met dat bier in de buurt met die motor. Dat is vast niet goed voor hem. Dus even ingeworpen. Dus nu heb ik heel de stek verstoord. En alsnog geworpen. Maar goed, die andere hengel heb ik nog wel een beetje vertrouwen in. Ontbijten, vis op de foto zetten en dan naar het werk toe. Yes! Hey, ik kreeg beet. Dat is wel echt een typische braasmaanbeet. Zo reken het. Een paar keer omhoog, een paar keer naar beneden. En dan stopt hij ermee. Ja, ik heb afgelopen twee weken met mijn vrienden een roadtrip gedaan door... door Italië en Oostenrijk. In Italië heb ik een mooie gadget gekocht. Ideaal voor het carpfishing. Dat is natuurlijk maar één ding die uit Italië komt. Dat is de Bialetti. Koffie maken. Hey, dus ik heb even één rond de kop getikt. Er zit ook bij een eieren, dat is een stuk beter. 15 euro is, weet je alles. Ik ben benieuwd hoe die gaat smaken. Kijk eens even jongens, wat een bizarre spiegel. Niet normaal. Echt fantastisch. Zo mooi. Ik heb het volgens mij wel zo een keer gevangen, 2016, dacht ik. Ik ga nog even nakijken. En toen was hij iets rechter. Nu 10,8 kilo. Ja, op de gewone regen, alleen voor puppies zoals ik al zei. Is er een gare plek of zo? Het lijkt wel schimmel of zo. Ik weet niet of het goed ziet. Maar dat is niet zo best. Echt een oude vis hoor, dat is echt bizar. Rustig maar. Hij lijkt heel smal, maar hij is heel breed. Hè? Dus een buikje op. Kijk, dit is hem wel. Van een beestje. Ja, hij is vaak gevangen, je ziet wel aan de bek. Maar. Mooi dat je dit even nog kan meepakken op zijn oude dag. Snel een fotootje maken en dan kan hij weer terug. Kijk, dit is even jongens. Bol. Ja, we gaan de oude strijd. Bedankt jongen. Yes, hier ben ik blij mee jongens. Goh. 10,8 kilo. Oranje papier, Ronnie Regie. Lekker. Week op morning call. Hij scheet de tijgers uit. Zo naar het werk toe. Wat wil mensen nog meer? Nou, eerst een lekker bakkie. En dan is het natuurlijk tijd voor een tosti. Wit brood met kaas. Ho, ho, ho. Lekker hoor. Nou, om de ochtend nog mooier te maken. Na het bakje koffie en die prachtige spiegel. Ja, je raadt waarschijnlijk al. Toasties met ketchup. Lekker zeg. Smuggel. Nou jongens, het zit erop. Het is tijd om op te ruimen. Ik ben wel een beetje moe. Maar ik moet nou echt op gaan ruimen, anders kom ik te laat op mijn werk. Zoals je ziet achter me, best wel een zooitje. En toch wel blij, even weer een 20er. Mooie spiegel in Nederland.
ondanks dat ik weinig motivatie had na mijn Frankrijk trip, is het toch goed dat ik ben geweest. Ik zit nu weer vol met motivatie. Ik heb net even teruggekeken, in 2016 heb ik deze vis ook gevangen. Dus al hij is nu echt een stuk minder vol. En het schimmelperk op zijn kop, dus hij is echt wel oud aan het worden. Ik denk dat hij niet heel lang meer meegaat. Het is te mooi dat ik hem nog een keer weet te vangen. Dus dan blijft natuurlijk een hele zieke vis. En de Frankrijk video staan denk ik online als je deze video ziet. Ook echt ziek gevangen. Echt de beste sessie ooit die we hebben gedraaid. Zoveel dikke vissen, nieuw pb voor mij. 19,2 kilo. Dus als je hem nog niet hebt gezien, kijk hem even snel. Want het is zeker de moeite waard. 3 delen van meer dan 50 minuten. En dat ga ik nu echt opruimen. Deze zooi moet allemaal in deze kar. En jongens uit het water. Dan gaan we dat maar even doen. Let's go. Nou jongens, dat was al het einde van de video. Vond je hem nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Doe ook even zeker dat duimpje omhoog voor deze prachtige spiegel. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Ik denk dat de meeste van jullie het zelf zijn, maar hoe meer hoe beter natuurlijk. En dat waardeert ons zeker. Dat heeft de motivatie bij ons erin. Volgende week dinsdag krijgen we weer een nieuwe video van ons. 3:30 standaard tijd. En we zijn ook lekker op de gaten. In de gaten op social media. We hebben Facebook en Instagram. Posten heel veel andere foto's die niet soms in de video komen. Vissen, tips, tricks, alles wat je wil. Dus volg het ook zeker. En dan zie ik je volgende week. Later.